Goedendag mensen, het is een heerlijk weertje, dus we gaan weer lekker sleutelen. Stiekem zijn Jacco en ik 2 dagen geleden al begonnen met sleutelen en zijn alvast begonnen aan het blok. Dus we gaan even een sprongetje maken daarheen. Wat we gaan doen in deze video is we gaan het blok onder de revival leggen. Het is een heerlijk weertje, we hebben er allebei zin in, dus laten we maar lekker beginnen. Hier hebben we dan ons blokje. En het eerste wat we willen gaan doen is even zorgen dat we het oude zuigertje eraf halen. En daarna gaan we de tapeindes eraf halen. Gelukkig voor ons zaten er al geen clipjes of veertjes in waarmee de pistonpen vast zit. Dus we kunnen gewoon voorzichtig duwen. Zorgen dat je niet in je vinger steekt. En de oude rustig eruit duwen. Zo. Zo. Nou, die ligt daar goed. Nee. Eens kijken en dan halen we hem eraf. Dan hebben we hier zo dus ons oude zuigertje. Niet moeders mooiste meer zoals je ziet. Wel een flinke klap gemaakt, hè? Ja, dat is een mooie vastloper geweest. Wel blij dat die oude persoon al de cilinder eraf gehaald heeft. Deze veertjes bestaan uit 2 delen. Ja, dat is de luxe variant. En ook onze naaldlager. En die gaan we ook vervangen, ja. Die gaan we vervangen. Als we hier toch zijn en je hebt een vastloper gehad, zou je dan zeggen van goh, je moet even kijken naar de krukas? Ja, dat zou ik wel even doen. Ja. Het ligt er een beetje aan hoe hard je gereden hebt. En meestal is een vastloper ook niet zo hard voelen. Maar hier aan te zien. Rutger. Ja. Hoe checken we de krukas? Je kan voelen op spelingen. Maar het is best wel moeilijk zo. Je kan hem ook helemaal loshalen, maar hoeft niet per se. Ja, je kan hem dus uitmeten met een speciale apparatuur. Dat doe je natuurlijk niet. Nee. Als je dat doet, hoef je niet meer naar beuners te kijken. Wat je kan doen, je hebt zeg maar 2 soorten spelingen op een krukas. Ja. Je hebt axiaal en de andere kant op, radiaal. Ja. Dit is axiaal is dit. Heen en weer. Maar daar mag je altijd een beetje hebben, maar je voelt het heel snel. Dit mag. Ja. Radiaal is die kant op. Ja. Naar binnen en naar buiten, zeg maar. Nou, dan kun je gewoon voelen, zeg maar. En dan voel je of je... Ja, dan voel je of de speling op zit. Nou, in dit geval voel ik geen speling, Rutger. Jij? Voel jij speling? Nee, zeker niet. Mini beetje? Nee, ik denk... Nee, ik denk dat volgens mij is dat verstanding. Ja, ja. Je moet goed voelen of het krukas is die beweegt of de... De ding. Wat hebben we gedaan, Rutger? We hebben hier zo dubbele moeren gedaan op het tapeind. En wat je dus kan doen met dubbele moeren is, je klemt ze goed op elkaar. En dan heb je niet dat je makkelijk losdraait, zoals je met 1 moer hebt. Maar dan zit hij ook vast op de ander. En dan kun je meer kracht zetten op het tapeind zelf. In een ideaal geval zou ik het eigenlijk het liefst ook nog wel even verhitten. Jij ook? Ja, dat zou inderdaad wat fijner zijn. Alleen... Ik heb geen banden meegenomen. Nee. Of niet vergeten, we hebben hem niet opgeschreven. Dus. Nee. Dus nu gaan we met dubbele moeren alleen proberen. Ja, en je moet dan kracht zetten op de onderste moer in dit geval. Ja. Want je rijdt hem los. Dus, ja. En we draaien de beide moeren los. Ja. Gaan we eens even iets strakker doen. Nou... Ze zitten wel heel goed vast, hoor. We hebben nog even geprobeerd samen. Jacco het blok vast, ik kracht zetten. Maar we krijgen ze niet los op een fatsoenlijke manier. We hebben gekozen om ze voor nu te laten zitten. En dan later, als we wel een brander hebben. En als we denken van, goh, nu kunnen we het goed doen. Om het dan even netjes te doen, want we willen het nu niet stuk draaien. Dus we gaan door. Wat ben je aan het doen, Rutger? Nou, we hebben hier best wel van die beetje roestige, nare draad. We gaan even met de tapset van M7 gewoon snel eroverheen. Dan ga ik even die draad iets opschonen. Dat deze oude tapeindes op zijn minst toch wel een beetje chic zijn. Wat je hier zo ziet, is dat er allemaal restjes oude pakkingen zo zitten. En die zitten we gewoon even eraf te krabben. En dat gaan we straks afmaken. Wat ook belangrijk is, is dat we hier zo aan de binnenkant al die smoetsigheid eruit gaan halen. Want ik weet niet hoe lang dit ding open heeft gestaan, maar ik denk toch wel een goed jaar of zo bij de vorige eigenaar. Dus we gaan hem even mooi schoonmaken van binnen. En alle pakking eraf krabben. En dan kunnen we straks het zuigertje en de cilinder lekker opzetten. Oké, Rutger, wat is de volgende stap? We gaan nu het zuigertje monteren. Dus ik heb hier zo ons mooie zuigertje. En aan deze kant zit er al een veertje in. En dan hebben we hier zo ons nieuwe naaldlagertje. En dan pakken we zo ons naaldlagertje. Die doen we in de drijfstang. Zo. En die leggen we even voorzichtig neer. En dan gaan we vervolgens hier zo kijken waar de poort zit. En die zit bovenop.
Dat is belangrijk. En dan wijst het pijltje, zit er niet op. Ja, je kan hem een beetje zien, hij is iets smoetsiek. Die moet naar beneden wijzen. Dus dan gaan we zo kijken. En dan doen we hem zo hier doorheen. En als hij dan bij het naaldlager goed zit, dan duwen we deze zo helemaal erin. Dan hebben we hier zo'n sfeertje aan de andere kant. En daar gaan we even een goed tangetje verpakken, dat we die ook erin kunnen zetten. Mooi. Dus we hebben ons zuigertje erin zitten. Wat we dan nu gaan doen, is we gaan onze cilinder een heel klein beetje insmeren met 2-takt olie. We gaan onze zuigerveertjes een heel klein beetje insmeren met 2-takt olie. En we gaan nog een voetpakkentje ertussen zetten om te zorgen dat de cilinder goed aansluit. Moet je ook insmeren met 2-takt olie, Rutger? Mag, maar zou ik niet doen. Nee, lijkt me niet handig. Even zorgen dat je hem niet scheurt. Nee, je moet goed opletten dat je poorten overeen komen met de pakking. Soms een beetje lastig te zien. Zo. Ik vind het mooier. Dan gaan we nu dus voorzichtig alles met een beetje olie goed insmeren. Mooi laagje erop. En ook aan de binnenkant van de cilinder. Ik vind dat het bij die andere fles ook wel heel mooi gaat, die hebt, Jacco. Ja, dat was voor de ATF-olie. Maar die heb ik ook mee. Mag allemaal. Ja, mag allemaal. Frituurvet. Frituurvet. Walvisolie. Visolie. Vaseline. Vaseline kan wel, denk ik. Body lotion. Gaat wel iets de verkeerde kant op. Wat hebben we nog meer? Wat wel makkelijk is, is als je van die stift hebt voor droge lippen. Die kun je zo makkelijk smeren. Een beetje poeder. Talfpoeder of zo. Nice. Oké, zoals je hier zo ziet, net zoals een bakvormpje, mooi ingesmeerd. En wat we dan nu gaan doen, is dan gaan we deze dus zo erop schuiven. Eerst is het belangrijk om te kijken bij je zuigerveertjes, dat ze goed uitlijnen. Ja, het is een beetje moeilijk om die kant voor mij te zien, als we zo filmen. Ja, we zien hem zitten. Ja. Zit hij zo ongeveer goed? Nee, er moet ietsje, de opening moet iets verder naar boven toe. Zo, ik voel het. En dan hebben we aan de bovenkant hier zo ook eentje. En daar zie je dat hij zo goed zit. Ja, precies. Nou, zo moet hij zitten. Ja. Dus denk daaraan als je de cilinder erop zet. Want als je het niet goed doet, dan breekt hij en maakt hij krassen. Dat wil je niet hebben. Nee, dat wil je zeker niet hebben. Zo, de cilinder zit over de zuigerveer heen. Heel klein. We moeten nog even de naaldlager even insmeren. Zo. Zo, die gaat met de naaldlager. Ongeveer. Doe ook je best hier om niet echt olie op de verpakking te krijgen. Dus leg er iets onder, zou ik zeggen. Oh. Mooi, hè? Oh. Mooi. Weinig squish. Ja. We hebben zo'n afgevlakte kop. Ja. Even zorgen dat hij niet... Ben benieuwd. Een koptikkertje wordt. Als het geen koptikkertje wordt, dan komt er niet gewoon een hoop compressie, denk ik. Dat denk ik ook. Mijn raampje is wel mooi schoon, toch? Jazeker. Wat je nu normaal zou denken, is van oké, we doen hier zo een pakkentje tussen en zetten we de kop erop. Maar wacht. Dit is een nieuw blok en we hebben hier zo'n mooi motortje van de e-start. Dus wat zou er straks gebeuren als we later dat spruitstuk erop willen zetten? Er kan best wel een hoop gepruts worden eigenlijk om hier zo nog een inbus sleuteltje bij te krijgen. Dus wat we doen is we maken gebruik zodat de cilinder nu nog los zit. We maken nu dus even het membraan schoon en we gaan hier nieuwe pakkentjes tussen doen. En dan gaan we nu eerst het spruitstuk erop zetten en dan hebben we dat alvast even goed geregeld. Zo, we zijn bijna klaar met het spruitstuk erop zetten. Gaat wel goed, hè? Ja. De irritantst is wel hier onderin.
hebben we hier zo onze kop. En die gaan we nu erop zetten. En dan gaan we straks maar eens kijken wat de squish is. En of die echt gaat raken. Wat is jouw voorspelling? Ik denk dat het wel goed komt. Ik denk het ook. Ik denk dat we gewoon optimale compressie gaan hebben. Optimale compressie. Nou mensen, we gaan hem even netjes met de momentsleutel aandraaien. Jacco en ik hebben tegenwoordig besloten om veel van dit soort dingen gewoon met de momentsleutel te doen. Zodat het precies goed vast zit. Nou ja, we hebben best wel veel van deze dingen verrot gedraaid. En zeker als je ze niet gehardkoopt. Eigenlijk zonde en toef niet. Want als je ze op het juiste moment vastdraait, is het gewoon goed. Met welk moment zegt Thomas dat het vast moet? 15 toch? 15 newton? 12. 12. Ja, maar wij vinden 15 omdat we een aluminium koppakje gebruiken. Oh, dat is goed strak. Ja. Wil je blok vasthouden? Ja. We gaan eventjes deze kartenkap eraf halen om bij het vliegwiel te kunnen komen. En dan kunnen we met de hand de krukas draaien om zo de zuiger naar boven te laten komen. Daarvoor moeten deze drie boutjes los. Ik vind het wel mooi zo, dat grijs en dat aluminium kleur zo bij elkaar. Is dat wel goed, hè? Zeker. Mooi. Wat we dan nu hebben, is we hebben ons stukje tin. En die kunnen we dus lekker simpel een beetje een hoekje erin vouwen. En vervolgens gewoon zo naar binnen vouwen. En dan helemaal tegen de rand aanhouden. Ja. Dan gewoon draaien. Ja. Oké. Nou, haal je hem weer eruit. Als het goed is, is hij dan plat. Ja. En als je dat opmeet, dan weet je je squish. En ik kan nu al zien dat hij volgens mij aan de krappe kant is. Dat is goed weinig. Ja. Dus dat betekent compressie. We hebben de squish gemeten en het is ongeveer 0,4 mm. Aangeraden is 0,5, 0,6. 0,6 is wel veilig, denk ik. Oftewel, 0,4 is eigenlijk wel heel erg krap. Kunnen we een koppakking tussen doen extra. Maar ja, dat is weer een beetje veel van het goede. Ik denk dat we het zo gaan proberen. En als we het niks vinden, dan kunnen we altijd nog een koppakking tussen doen. Wil je iets vertellen over zelfontsteking, Jacco? Zelfontbranding. Ja, nou, wat dus kan gebeuren is dat het te warm wordt en dat je timing een beetje rot wordt. Of een combinatie van die twee. En dan gaat je thermos dus zelf ontbranden. Een diesel? Ja, dat is een soort inderdaad. Dan, als je dan een stuk hebt gereden en zet hem uit, dan gaat hij niet uit. En dan trek je de bougiekamer af en loopt hij door. Dat kun je krijgen als je te veel compressie hebt. En ja, als je dat hebt, dan moet je even oplossen. Extra koppakking ertussen. En dan is het opgelost voor je. In dit geval gaan we gewoon even kijken wat er gebeurt. En een extra koppakking ertussen zetten, dat is zo gedaan. Ja. Dus dat kan altijd nog. We gaan nu het kattenwiel opzetten. Dan gaan we het blok daaronder gooien. En dan weer nog de olie eruit en dan de koppeling en dat soort dingen. Laten we wel even kijken of er genoeg olie in zit. Dus laten we even de olie verversen. Ja, we kijken wel even naar de koppeling. Ja, ja, oké. Okay, dus we gaan het erop zetten. Het was eerst één keer gezien. Ja, precies. We gaan hem erop zetten. Dan die kap eraf. Ja. Olie eruit. Blablabla. Je kent het wel. De rechterkartenkap is eraf. Ik vond het wel speciaal, Jacco. Beetje wat ik verwacht had. Nee? Er zat helemaal geen olie in. Nee. Maar ja, maakt niet uit. Goed dat we het controleren. Precies. Dit vind ik er best wel fatsoenlijk uitzien als je kijkt naar de hoeveelheidsvoering. Als nieuw. Twee, natuurlijk, zoals je mag verwachten, ook gewoon goed. Ja. Moment van de waarheid. Vraagtekenveertje, kijk of die er nog in zit. Ik zie mijn veertje. Hey. Even kijken of de mensen thuis ook kunnen zien. Ja, daar zit die. Mooi. Nou.
ziet er eigenlijk best wel netjes uit. Voeren, voelen en dan... Zit wel lekker... Zet hem weer in elkaar. Mooie zwarte drap. Ja, een beetje metaal slijpsel is niet erg, hè? Nee, zij het vanzelf in. Precies. Daar zijn we weer terug. We hebben de afgelopen keer niet zo heel veel gefilmd, want het werd wel heel laat en donker. Maar als je hier komt kijken, dan zie je dat we hier zo netjes het kapje erop gezet hebben met de pakking tussen. Wat we nog gaan moeten doen aan deze kant, is olie erin doen. Dus help ons dat houden. Dat moeten we niet vergeten. We gaan naar de andere kant. En als we hier zo kijken, dan zien we dat de elektronica er al op zit. Wat leuk is, is dat we eigenlijk even wilden proberen of de startmotor het wel deed. Dus het was wellicht iets laat 's avonds. En we hadden allebei zin om gewoon te kijken of e-start werkte. Dus we drukten ze op dat knopje. En de carb zat er nog niet op, hè. Geen brandstof eraan. En maar... Er zat natuurlijk nog wat remreiniger in het blok. Van toen we hem zo mooi hadden schoongemaakt bij de cilinder. Dus dat ding dat startte direct. Dat is wel even een verrassing. Ik denk dat we wel redelijk door kunnen. Dus we gaan olie erin doen. Wat we daarnaast nog gaan doen straks, is dat we hier zo toch een iets andere pakking tussen gaan zetten bij de kop. Ik heb er nog even over na zitten denken. Ik denk toch dat 0,4 mm misschien iets te weinig is aan Squish. Voornamelijk omdat die redelijk warm kan zijn. Ik heb het even gecheckt op mensen, even overlegd met Thomas Handel. Het zou zo misschien kunnen, maar het is eigenlijk wel heel safe om een iets dikkere koppakking tussen te zetten. Het zou heel zonde zijn als hij stuk loopt op de eerste dag naar Parijs, vind ik. Dus ja, we gaan het even safe spelen nu. We gaan een andere koppakking tussen doen. Zo. Kopje is eraf. Tijd voor de andere pakking. Zo. Bakje olie. Gaat daarin. Dat hebben jullie wel gezien. Met de kitspuit. De olie zit erin. De kop vastgedraaid. Komt er niet meer uit? Rutger is een sproeier aan het zoeken. We hebben nu 64. Wat hiervoor in de Thomas zat, was 57. Dat is best klein. Daarmee heb ik ook met de Homewood gereden. Al moet ik dus eerlijk bekennen dat we hem nooit echt goed hebben afgesteld met de Homewood. Dus we dachten, ja, we gaan op zijn minst even iets omhoog. Dus ik zit lekker te zoeken naar sproeitje 60. Dat is ook een dagvulling, hè? Als we hier zo eens eventjes gaan kijken, dan zie je dat de carb zit. Die hebben we overgeplaatst van de Thomas Classic. Het paste een heel klein beetje moeilijk, dus we hebben de cilinder iets losgedraaid en een heel klein beetje opzij gekanteld, waardoor we iets meer ruimte hadden ten opzichte van de karterkap. Luchtfiltje zit er ook op. Beneden zitten er al tapeindes in. En we gaan nu deze Homewood eronder zetten. Hoe hard denk je dat die gaat lopen straks? 60 hoop ik. Ik hoop het ook. Ik denk misschien wel 70. Gaat zien. Als je dat wil zien, moet je in ieder geval even klikken op die abonneerknop. Hey Rutger. Hey. Wat jij nou? Ik ben aan het tanken. Oh, mooi. Ja, er moet even wat in. Weet je wat ik wel verwarrend vind? Ik heb het wel even laten zien. Dat er op de dop staat oil 2%. Terwijl die standaard wel weer hoort te mixen. Tja. Je zou bijna je benzine hierin gaan gieten. Werkt ook. I guess. Ja. Tweede benzine tankje, reserve tank. Laten we ook gewoon lekker pompen. Hoe moet je dit erop? Nou, eens even kijken of het ding loopt. De olie. Ja. Mooi spul. Ja. Hier is de olie. Zonder olie gaat hij harder. Ja. Heel eventjes. Heel even. Dat was het voor deze video. Geef een duimpje omhoog. Klik even op de abonneerknop. En blijf natuurlijk gewoon geabonneerd. Want we gaan naar Parijs. We gaan deze Thomas nog verder fixen. Dus er komen gewoon echt wel vette dingen aan. Dat was het voor vandaag. Laat een leuke comment achter. Doei!